Hey, en leuk dat je kijkt naar deel 2 van het Openluchtmuseum in Arnhem. Hebben jullie deel 1 nog niet gezien? Dan verwijs ik jullie naar de vorige vlog. Dit is in ieder geval deel 2 van het Openluchtmuseum in Arnhem. Dit is ook de laatste video van mijn Sony Cybershot die ik na deze film 's avonds ben verloren, helaas. Ik wens jullie allemaal veel plezier met kijken naar deel 2 van het Openluchtmuseum in Arnhem. Veel plezier! Kijk, als jullie ook daar even achteraan lopen. Ben je goed vast, hè? Ja. Goed zo. Daar gaan we weer. Meneer de conducteur, waarom heeft u 76 op uw vloerspan? Wat komt er over op? Dat is de 76. Wat doen wij? Ja, helemaal nog een stukje verder. Loop eens uit, achterlopen. Loop maar voor opening staan. Ja, we gaan eruit. Verland is daar ook? Ja, oké. Moeten ze wel allemaal bij elkaar houden, hè? Vijfde, ja. Hier zijn we voor mij al geweest. Ja, ja. Dat is die pakketie. Plaguit. Platteland. Want boerderij, kruidentuin, tuinremise. Of kindererf. Dan moeten we de volgende hebben. Dat stoppost waren we geweest. Ja. Anders ga ik twee keer. Ja, precies. Platteland eruit. Dus we moeten nou nog één halte. Ja. Eén halte nog, één halte nog. Ja, hier zijn we ook nog niet geweest. Dan kunnen we daar misschien nog wel even teruglopen. Ja. Ik denk dat daar. Zo, de volgende halte, ik zal even kijken. En dat gaat erop. Verder, verder, verder. Verder, verder. Ja, even kijken. Kijk, daar heen dan ouderwetse scharen slim. Oké. Ja? Ja. En hier heb je nog een jakendekker. Dat is de laatste en wat en hier gaan de Hollandse. Oh, dan ja. Met Rotterdam. Oh, hey. En hier zijn we bij de Capina. De melkfabriek. Als je de stoommachine in houden, moet je even daar binnen komen. Daar haak je stoommachine. Oh, dan ga ik wel even kijken. Tenminste. Dat is wel leuk. Ik zie geen stoom komen. Moet hem zeker nog opzetten. Ja.
tas. Oh, mijn tas. Waar ben je? Waar ben je, Kev? Kijk, er zijn twee silo's. Silo's. Oude RT-tram. Salwa. Salwa. Ja, ja. Je moet zo'n flight hebben. Ja. Daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Daar heen toevallig. Zo. Ruik eens, zijn we een lucht? Lucht. Zo, wat een bagge lucht. Kunnen we die kant op? Zijn die gasten over een jaar knikken of zoiets? Die... Ja, die stond daar zo. Oh, okay. Wat zit er in het pannetje? Nou, op dit moment zit er nog niet zoveel in het pannetje. Oh. Er zit gewoon nog wat bouillon in. Oh, oké. Okay. Normaal heb ik een grotere pan, maar mijn hout was vanmorgen te weinig en te vochtig om een grote pan te starten. Ja. Maar ja, voor die mensen was de realiteit om morgen een schort pan te eten. Dan een geitenmelk. En s'avonds allerlei soorten soep. Kippen. Hier, er komt de tram waar we vanmorgen mee reden. Zo. Ja, Joost, wat zei je tegen me? Er is altijd hoop nog. Er is altijd hoop. Altijd blijven hopen. Altijd blijven hopen op hoop. Zo.
krijg honger. Zo, gaat dat wezen? Ik krijg honger. Ik heb pannenkoeken. Oh, lekker. Zullen ze pannenkoeken snappen? Ja, hier als het goed is. Ja. Kijk, hier kan je pannenkoeken eten. Nou, kunnen we daar wel even lekker pannenkoeken nemen hoor. Ja. Zie je? Zeker weten. Kan ik een pannenkoekje nemen dadelijk? Ja. Doe hoor. Nou, we gaan het dolf in. We gaan het dolf in. We gaan het dolf in. Doei punt. Ja, loop eens achter man. Moet juist de andere kant op lopen. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Moeten we die kant op? Ik kom wel. Doei Kevin. Doei punt. Daar kan je niet heen. Gaan we gewoon deze kant op. Ik ben de weg kwijt. 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 Ja, waar ben je ergens? Ja, waar ben je ergens? Open daar, dood lopen de weg. Waar ben je ergens? Alle tovertwinkels. Ja, kom je. Alle tovertwinkels. Hey, jij ook hier. Jij ook hier. Jij ook hier. Vreselijke dorp. Gevreselijk. Ik heb geen zin meer. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Ja, dan kom ik mijzelf uit. Thuis de tovertwinkels. Alle tovertwinkels. Alle tovertwinkels. Nee, die liepen we net ook al. Alle tovertwinkels. Volgens mij moet hier niet weg. Ik ben de weg kwijt. Ben de weg kwijt. Ik ben de weg helemaal kwijt. Ik ben de weg helemaal kwijt. Dood! Wij maken het manier. Dood lopen de weg. Dood lopen de weg. Dood lopen de weg. Doei! Daar zijn nog hele broers. Ja, we hebben, ja, wij hebben gewoon. Oh, ja, nee, dat mag ik. Hey, jij ook hier. Hey. Hey. Hey, daar. Ben jij? Joe. Hoe kom je daar? Ja, voor jou een vraag, voor mij je weet. Vreselijk. Vreselijk, niet te doen. Je doet het ergste vijand niet aan. Papa, zou ik even hier boven aan. Ik zal even, een stukje van het dolf laten zien. Dit is het dolf. Ben zo helemaal rond zo. Die zal verdwalen hier zo. Die zal maar verdwalen. Kom je net weer thuis? Vreselijk, niet te doen. Je doet doe je ergste vijand nog niet aan. Vind ik ook. Doei. Nou, doei punt. Doei punt. Wat? Nou, dat was het. En toen was ik sneller dan iedereen. Ja, normaal is het. En hier gaan we daar even lekker pannenkoek eten. Daar heb ik echt wat trek in. Ik heb echt wat trek in naar lekker pannenkoekje. Ja, lekker pannenkoekje. Lekker pannenkoekje gegeten. Ja, mooi ja. Zo. Hier nog een. Hebben we hier nog een lel speeltuin? Ja, lel speeltuin. Wat is dat? Een voor de lel. Is dat een begraafplaats? Dat weet ik veel. Een harde kruidentuin. Kruidentuin. Een begraafplaats. Maar ik heb genoeg begraafplaats in mijn meter. Dit is geen begraafplaats. Doei punt! Doei punt! Zie je hier
al die mooie bloemen. Ah, wat een mooie bloemetjes allemaal. Bedankt voor die bloemen. Wat mooi, allemaal zijn dood spieren. Ja, dat klopt, hè. Alles is helemaal dood. Wat doe ik hier? Nou, dat doe je eigenlijk. Ja. Nou, lekker dood. Wie had eigenlijk het idee om hier naartoe te lopen, binnen te lopen? Geen idee. Dat weet ik ook niet. Voor jou maar. Ik dacht jij eigenlijk. Ja. Ja, tuurlijk. Geef een ander de schuld. Ja, de leider. Ja, de leier. De leier ook goed. De leier, mijn L. Hey, jij ook hier. Wat is meer? Nou, dat was even een rondje kruidentuin. Ik heb het wel weer gezien. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Dan kunnen we nog hierheen lopen. Ik weet niet wat daar is. Een wietkwekerij. Oh, dat is wel voor Vincent. Maar goed dat we Vincent niet mee hebben genomen. Nou, doei punt. Kijk, dan kun je daar, daar heb je de speeltuin. En er zitten allemaal leeuwkinderen. Leeuw! Oh, zei ik dat nou hardop? Afdeling Marcel en Vincent, de kwekerij, de wietkwekerij. Waar zijn de paddo's? Waar zijn de paddo's? Waar zijn de paddo's? Vreselijk. Ga gewoon dood. Nee, dit is een soort kwekerij. Dat is wel mooi. Dat zijn hekjes. Ja, dat is mooi. Mooi, ja. Ja, mooi, ja. Mooi voor je. Leuk, leuk hè, voor je, Ria. Leuk voor je, Ria. Echt leuk, die wil ik. Ah, oh, Ria, kijk eens daar. Wat een leuke pinguïns. Ah. Oh. Oh, echt leuk, die wil ik. Oh, Ria, moet je nou eens kijken wat een prachtige flamingo's dat zijn. Oh, echt leuk, die wil ik. Mooi hoor, die wil ik. Leuk voor je, Ria. Leuk voor je, Ria. Nou, prachtig. Ria, de patat is helemaal koud. Nou, doei punt. Doei punt. Nou, oké, doei punt. Op de kwekerij. Allemaal planten. Wat een lucht zeg. Ah, niet te doen, vreselijk. Vreselijk, niet te doen. Kevin, was dat jouw idee? Ja. Nee. Jawel. Kijk, dat zijn tomaten. Wat? Tomaten. Maar wat zijn het dan? Er staat erop dan. Wat staat erop dan? Wat staat erop dan? Wat staat erop dan? Dit is gedroogd wiet. Het is wiet. Helemaal niet. Ik wil even paffen, gewoon even een keer. Ja, ik wil gewoon even lekker even peukje op steen keren. En gewoon als de baas er niet bij is. Juist. Michael, wat is dit? Het is wiet. Waarom heb je dat? Nou, gewoon even lekker peuken roken. Hé man, je moet toch gewoon even lekker peuken roken, hè? Even lekker even in de auto zitten, want ja, toch echt cool, weet je. En dan moet je gewoon even lekker stoned worden. En dan gewoon als de baas er niet bij is, hè. Zo van, oh. Hoi Kevin, je nieuwe grasmaaier. Geweldig. Ja, Kevin's nieuwe grasfabapparaat. Die wil ik. Oh, leuk, echt leuk, Ria, die wil ik. Leuk, die wil ik. Wat moet je nou? Hallo poppers, met de vriendelijke groeten uit Spijkenissen. Spijkenissen? Ja. Die niet doodgevoerd. Ga gewoon weg. Lel. Uit beeld. Nou, drie punt, hè. Wat trek je in de pannenkoek? Maar dit is daarvoor. Nou, dan gaan we daarheen, want ik wil een pannenkoek, ja, pannenkoek. Ik wil een pannenkoek. We gaan lekker pannenkoek eten. Oh ja, joh. Ik zou niet weten wat het is. En we zitten nog steeds hier, oh. In het Openluchtmuseum, het is hartstikke gezellig.
En we zijn hier ook samen met... Zeker weten. Samen met... Gewoon Kevin. Oh nee. Abnormaal heet ik. Oh ja. Ja, abnormaal. Nou ja. Dat hoeft je me niet te vertellen. Dat wist ik al de eerste keer dat ik je zag. Wist ik dat abnormaal al. Abnormaal ben ik niet. En we zijn met... Gewoon Joost. Met zijn zonnewalibi pauperzonnebril. Je hebt hem wel betaald, hè? Je hebt hem toch niet gestolen, hè, die bril, hè? Ja, ik heb hem betaald. Je hebt hem toch niet gestolen, hè, die walibi pauperbril. Die heb je toch niet gestolen, hè? Die heb je toch wel gekocht, ik hè? Ik heb hem gekocht. Gekocht. En voor mij... Je hebt hem geleend, denk ik, of niet? Of heb je gestolen? Gekocht. Gekocht. Zonder te betalen. Waar is het bonnetje, Joost? Ja, dat bonnetje, jongen. Ja, nou moet je dat bonnetje laten zien, Joost. Ja, maar die was nat geworden. Ja, nee. Ja. Smoesjes. Smoesjes. Laat nou gewoon zien, die bon. Laat nou gewoon zien, die bon, vuile dief. Beetje pauperbril. Pak voor bon. Hey, jij ook kier. Doelpunt. Dat is een mooi boompje, hè? Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Oh nee, we waren al van gehad. Duipunt. Moet je voelen, jongen. Moet je voelen. Zat er nou. Oh, voelen. Hey, Ricardo. Jij ook hier, hoor. Nou, en we zijn op weg naar het pannenkoekenhuis, maar we kunnen het niet vinden. We lopen helemaal mis. Dus, ja. Dus even zoeken waar we heen moeten... Waar moeten we heen dan? Ik wil naar huis. Ik wil naar huis. Doei, doei, punt. Ja, jij moet toch... Oh ja, daar rijdt mijn Kevin mee. Oh ja, hier heb je pannenkoekhuis. Tada, pannenkoekhuis. Ik ga even lekker even een pannenkoekje eten. En dan spreken jullie dadelijk weer. Tot zo. En we zijn even lekker even wat gaan drinken. Geen naar pannenkoek, want ja, dat duurt 3 kwartier. Dus ja, we nemen alleen even wat drinken hier en dan gaan we weer weg. Joost is weer heel erg, Kevin is weer heel interessant bezig met zijn telefoon. Dus ik ga even neerleggen. Doei! Zo. Nou, geen pannenkoeken, want het duurde 3 kwartier en hadden we geen zin in om op te wachten. En dus we hebben alleen maar wat te drinken genomen en gaan we dadelijk maar even kijken of we ergens poffertjes kunnen eten. Ja, het duurt ook 3 kwartier. Niet lang. Ja, nou dan ben ik gelijk, loop ik gelijk weg. Dag. Dag. Oh, doei. Doei. Doei, punt. We gaan gewoon weg. Lel. Aan navigatie Kevin hebben we ook geen ene tering. Want hij snapt het gewoon niet en hij stuurt ons ook een keer op. Nee. En ja. De tost ook, hè? En nou, dat ik niet pak. Dat weet hij. Kijk, daar heb je navigatie Kevin. Die doet ook gekloot. Verscheur hem, joh. Verscheur hem de kring. Ik verscheur je plattegrond. Maar dan weet ik de weg niet meer. En dan weet ik de weg niet meer. Ja, ik heb er nog één in mijn tasje. Als je die maar niet verkracht. Ben je de winkel toch? Ja, dat moet je niet hebben. Haarspelbocht. Hou je tieten beet. Oeh, ah, ah. Oeh, ah, ah. Nee. Ga gewoon weg. Doei. Doei. Zo, nou. Nou, Joost zijn we eigenlijk ook vanaf. Gelukkig, we zijn met tweeën. Ook goed. Nou, ja, meer poffertjes voor ons. Ga gewoon weg. Dus, nee, we gaan even poffertjes... Ik heb het aan de stok. Hey, kijk, Joost heeft het aan de stok. Ik heb het aan de stok. Zo flauw dit, zo flauw, maar wel zo grappig. Hinderlopenkamer. Ja, we volgen jou. Even wachten. Ah, Oh, er brandt iemand, dus er is iemand binnen. Nee, doe het dan maar niet, hè. Ik wou zeggen... Ja. Oeh,
Ik ben zo moe. Ik wil naar huis. Is goed, Hendrik. Is goed, Hendrik. Is goed, Hendrik. Ja, alleen met deze lul hier, Navigatie Kevin, komen we over 3 jaar nog niet in poffertjeshuis. Ik wil een toeristische route. Ik wil naar haar. Ook al, wil je ook al naar huis? Ik snap het niet. Nee, Kevin snapt het niet. Kevin snapt het echt niet. Het was wel goed om op te vallen nu. Ja, dat wel. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Lel. 3 punt. Vreselijk niet te doen. Je doet het je ergste vijand nog ineens aan. Vreselijk niet te doen. De poffertjes nu. De poffertjes nu. Oh, zeg ik dat nou keihard? Nee hoor. Zeg ik dat nou hard op? Nee hoor. Lel. Ik gooi je in het. Hey Kevin. Als je ons zo slecht blijft navigeren, dan gooi ik je in het. Lel. Lel. Haha. Het is Fransje. Hey, kijk. En kijk wie we daar hebben. Het is onze oude Fransje. We gaan nog eerst even een paar huisjes doen voordat we. Ja, voordat we gaan. Kijk, oh, zo. Ik breek haast mijn nek over de dingen heen. Een heel smal trappetje omhoog. Wow! En dan heb je hier. Echt een heel. Ja, dat is echt heel oud. Echt een heel klein huisje. Is dit zo vroeger al? Oh, zo. Moet beter niet. Moet Jelle niet. Nee, die past hier niet op. Oh. Nou, lekker knieën dus. Dat wel. Oude kleding. Ja. Dus. Maar misschien. Ik vertrouw. Jezus, ik vertrouw op u. Nou, lekker vertrouwen. En dit is dus de trap naar beneden. Echt een hele smalle trap naar beneden. Er staat hier nog een meisje. Ging je in Engeland ook terug in de tijd? Okay. Ja. Ik heb nu maar. Even wachten hoor. Oeh. Jij erbij is langs. Ik denk dat het makkelijker is. Als jij eens langs gaat en jij ook. Zo. Zie je? Hoppakee. Nou. Dan moet je wel even via de voorkant voor mij erin, of niet? Oh, kun je hier nog kijken? Nou, dan gaan we hier nog even kijken. Wat hebben we hier allemaal nog? Zo'n zo'n oude droger is dat van vroeger. Ja. Zie je? Dak is ook een beetje lekkies. Ik als er een goede regenbui komt, dan gaat het er dwars doorheen. Oeh. Ja. En dit is dus de achterkant van het huis. Nou, dit is de wc van vroeger. Joost, nou, Joost, veel plezier. Joost gaat even demonstreren. Joost gaat even demonstreren. Doei, Joost. Zo, we gaan gewoon weg. Doei, Joost. Hi. Zit je lekker? Zo. Vreselijk, niet te doen. Dag, Joost. Kijk, ik heb een slot erop gedaan. Kijk, ik heb een slot erop gedaan. Kijk, ik kom tegen de arm uit. Eat.
Heerlijk. Het spook van de opera is er ook. Het spook van de opera is er ook. Joost, kom eruit. Kom uit de kast. Oud mager. Joost, kom uit de kast. En dat is Joost, uit de kast. Kijk, Joost komt voor het eerst uit de kast. Ja, Joost. Dat is de wc, hoor. Leuk, daar kom je over, hè? Ja, meer dat je ook niet over. Dit is het tweede huisje. Een trappetje. Ja, en hebben hier een bedstee. Ja, je bed. Een bedstee. Ja. Met gordijntjes ervoor. Heb ik ook nog ingeslapen, trouwens. Een bedstee? Ja, heb ik ook nog ingeslapen. Ben je zo oud? Maar wel een moderne bedstee. Niet zo'n bedstee als... Oh, dit is dat... Hier, Kim, hebben je favoriete poppetje? Hij is dat poppetje van Kim, die Kim zo erg vond. Wie? Kim. Ja. Kimberly. Die vond dat poppetje zo eng dit. Is dat zo? Zo? Van Whites.nl. Ja, dat weet ik. I know. Hoezo? Het ziet er wel schattig uit. Ja, het ziet er wel schattig uit. Het is gewoon een pop. Kijk, het is gewoon een pop. Ja, het is een bedstee. Schoon een bedsteen met gordijntjes ervoor. Dan hadden we toch nog een huisje. Toen hadden we er nog eentje. Eén huisje hadden we nog, jongens. Kijk, hier heb ik weer zo'n bedstee. Ja, als je een boterham. Oh, en hier nog een bedstee van, denk voor een kind, was hier ook nog een bedstee. Oh, hier zijn jullie. Oh. Een bedstee. Nou, hier nog een kamer. Spin ding. Dit is de buitenomgeving. Deze drie huisjes hebben we bezocht. Alleen deze nog, hè? Nee, die hebben we ook nog bezocht, hoor. Nee, nog niet. Hebben we die nog niet bezocht? Nou, dan gaan we het hier ook even bezoeken. Kijk, hier hebben ze al wel weer een gewone normale wc. Wel nog ouderwets van vroeger, maar niet meer zo ouderwets dat je... Dit is er gewoon eentje die... Als goed is het van de jaren 60. Ja. Zo'n oude ding hebben wij ook nog gehad. Zo'n waterding zo, bovenop. Zo'n grote bolie, ja klopt. Zo'n grote tank bovenop. Zo'n televisie hebben wij ook nog gehad. Oude... Ja, we zijn deze kant geboren. Dit is mijn man. Ja. Ja, 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 ja. Sporthuis Centrum. Die had in het begin ook knalrode gordijnen, knalrode, knaloranje lichte dingen. Oké, ja. Precies. Nou, dan hebben we hier nog een. Kunnen we nog omhoog? Zo, deze trap is wel iets lekkerder. Lekkerder dan die andere. Lekkerder dan die andere. Oh, lekkerder dan die andere dinges. Kijk, en hier hebben we. De douche. Ja, dat is echt nog een beetje zo ouderwets. Dan hier een babykamer met een commode, een aankleedkussen. Allemaal babydingetjes, allemaal. En de douche. Sneeuwwitje met de zeven dwergen. Even zo'n zolderkamertje. Ja. Ik wil naar huis. Ouwetse luiers nog. Zo smaak. Echt. Kan je kont hier in de keren maar niet douchen? Nee. Ja. Maar hij zat wel. Wel dus dit is de oude... Ja! Goh, dus dat is in die tijd nog handig. Nee, dat is in die tijd nog niet. Nou, kijk maar boven je. Kijk hier, wat rook.
Hé, hey, dat is nieuw. Kijk, een oud huis met een rookmelder. Ja. Ja, tuurlijk. Oud huis, met een rookmelder. Doei, punt. Nu nog een keer, de laatste blik. Echt de woonkamer. Echt zo'n oude televisie hebben wij ook nog gehad vroeger. Heel vroeger. Ja, klopt. Toen ik echt net geboren was. Oké, naar de tv dat moet van zender veranderen. Ja. Stond irritant. Ja, met die... Opstand die dingen hebben. En dit, hè, met die schuifdingetjes voor de... Voor de kleur en alles. Ja, voor de kleur en zo. Echt vreselijk. Vreselijk, niet te doen. Ik heb trek in poffertjes. Poffertjes. Dan kon je wel allemaal leuke muziek allemaal, gezellige muziek hier allemaal. Ja, tadam. Ja. Eindhoven tot stand. En vervolgens wisten ook mensen uit Noord-Nederland Waldenburg te vinden. Doeken. Ze bleef te lachen. Dat was al te stil. Ze werd het niet verhelpen. Of wil ze niks met losse schoenen schrijven? Ja, moeder. Ja, daar stond ik dan. 12 jaar oud en mijn moeder strikte me gespannen mijn nieuwe veters. En niet omdat ik dat zelf niet kon, maar... Nou ja, je weet hoe moeders zijn, hè? Hopelijk heb ze de laatste weken goed opgeleid in de catechismesles. Hey, Huub. Dan moest het nu maar goed doen. Die echte geliefde... Klink als Huub. Ja, dat is zo gevaarlijk. Zo, nou... Nou jongens, wat schaft de pot? Ik ga eens even zitten. Wat schaft de pot? Wat schaft de pot vandaag? Spruiten. Zag gelijk op. Dag. Spruiten vind ik helemaal niks. Dit is wel mooi. Van die tegeltjes met... Ja, van die bordjes met herinnerkast. Heerlijk, zie je, ze zijn in de rug. Ja, ze zijn in de rug. Heerlijk. Kijk, en dit vond... dit vond Kim ook eng. Met die ogen. Echt gewoon spreken. Ja, maar gewoon spreken met die ogen, hè. Die ogen kijken je zo echt dringend aan. Echt, ja, zie je? Dat bedoelen. Zo, ja. Open. Ja, hè, gruwelijk. Als je daar staat. Zo, zou maar ineens met ogen gaan knipperen. Schrik jij toch als ik dood? We gaan weer zo lekker. Ogen, joh. Fuck, eng. Ah, nou, zoek die ogen. Het is gewoon gruwelijk. Die ogen zijn gewoon gruwelijk. Ze hebben zulke sprekende ogen. Ja, ik ga nou naar binnen, want ze gaat toch niet bewegen, hoor. Zo, dan hangt hier ook gelijk, dan hangt hier gelijk een kuislucht. Kijk, de koos Dobbelsteen die staat te wachten. Hey koos. Wat zijn er hier allemaal? Hey koos. Koos Dobbelsteen staat te wachten. Zo. Hij is niet goed.
gruwelijk. Hij ziet er echt gruwelijk uit. Ja. Ja hoor. Ja hoor. Kijk ook naar links, echt hè. Gezicht hè. Kijk die horen over, jongen. Vitamine A, D geeft u alleen als de R in de maat zit. Met de verwarming zijn dat tegen. Ik voor een dagelijkse dosis en hij niet opgeven wat extra. Want een teveel is zelfs schadelijk. Een gewoon even aangeven. Maar als de smaak echt op de smaak bestuurt, zijn er ook speciale vitamine A, D. Nou. Ik heb dan van 2, 3 en dan. Allemaal instrumenten. Ja, heel spannend, maar toch heel eng. Ja, heel goed. Die bed. Plasgootjes. Bizar, hè, Kev? Wat kan je dan mee doen? Maar de bakjes was vroeger de oren niet. Nee, ik heb het al geprobeerd. Ga je kijken? Kijk. Ja, maar je doet het met de foto's. Dus. Ja. Oh, ja. Wat zie je dan? Nee, moet je het zien. Wat zie je dan? Kun je er niet? Daar zie je apparatuur in gebruiken. Keukentje. Ja. Ik ben
gaat wel zacht. Ja. Toen hondje Tom 4 weken oud was, toen zijn we voor de eerste keer naar de consultatiebureau gegaan. En toen heeft de dokter hem helemaal onderzocht met die stethoscoop. He, voor het hartje en de longen. En dan kijken ze dus ook of zijn beentjes goed staan. Nou, en zo meer van die dingen. Nee, hij was niet ziek of zo. Nee, want als hij ziek is, dan gaan we dus met Toon naar onze eigen dokter. Okay. Hier zeggen ze juist wat je het beste kan doen. Echt. Ik blijf het gewoon horror vinden. Hey, ik dacht ineens dat ik even op mijn werk was. Vertraging. Oh, waar gaat die heen? Storing. Waar gaat die heen? Werken aan de bol. Of zoiets, weet ik wat het is. Is dit nou weer Nederlands? Geen depot ingang. Kastanjelaan 28. Vier generaties van dingen. Al goede vrienden heb je hier wat mee kunnen. Alle posten zijn er afgelegen. Deze gaan we verdelen. Fuck, zijn we aan het tering, zou je. Het is leuk om een geschrift met handschrift te bewaren. Dan boeit mijn gans, boeit erop. Honderden van die schriften. Nee, dit is niet uit, dit is plastic. Helemaal vol met allemaal rotzooi allemaal. Oh, ik kan ook hierheen. Kijk dan. Oh ja. Ja, al die tennisrackets. Nou, zoek uit wie iets moois hebben. Zoek wil je wat moois hebben? Zoek het even uit. Zoek het even uit. In een rolstoel. Ja. Kinderwagens. Kinderwagens. Kinderbedjes. Fietsen. En kijk, oude gordijnen. En washandjes, wasdoeken, handdoeken, poppen. Jammer joh. Jammer joh. Oude televisie. Ja, dat was het een beetje zo, hè. Nou, doei punt. Thank you.
Zo, daar waar we dus nu binnen gaan, gaan we hier naar binnen. Douwe. Douwe. Ook al dicht. Ook al dicht. Ook al dicht. Ook al dicht. Nou. Nee. Ja, daar kun je niet heen. Daar kun je niet heen. De toegang. Daar mag je wel niet naartoe. Kun je niet oversteken hier, hoor. Je kunt hier wel oversteken. Ja, maar waar is dat dan? Weet ik ook niet. Bij de ingang had je er ook een poffertjeskraam. Weet ik niet. Bij de ingang had je voor mij ook een poffertjeskraam. Dat kan dan niet meer. Dat valt allemaal niet meer. Ook al dicht. Doeken. Doeken. Geen doeken, dat klopt niet. Kom op, mandje of dat. Niet op je melkleur alsjeblieft. Tel mel. Houd je mel. Kom jij uit Rotterdam? Oh ja. Kan je dat dan niet horen dan? Oh ja. Ga dan weg. Nou, ga dan weg. Meneer de Vapper. Meneer de Vappert. Meneer de Vappert. Molen. Molen. Ga gewoon dood. Nee, dank je. Nog lang niet. Ooit ga ik weer dood, maar nou niet. Zo. Nou, hang je poppetje nou. Dat is mooi hier. Kom weten. We willen poffertjes nu! We willen poffertjes. Kijk jij even op het... boek, bord. Meneer de Vapput. Ook al ben je. Ook al dicht. Is dat bij die molen? Is er in de molen? Ik weet niet wat er in de molen is. Nou, dan moet je naar binnen gaan. Hier is de molen. Gaan we hier bij de molen even kijken? Ja, klopt. Ja, klopt. Ik denk dat ik het hoort. Daar heb je hem, daar heb je hem. Daar heb je hem, daar. Kijk, daar heb je hem toevallig. 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 Ja, dat kan niet, want dan krijg die, ik krijg ook dat ding van Joost in mijn snuffer, die schoenen. Paardenlul. Dat is niet zo erg. Hij snapt het niet. Hij snapt het niet. Hij heeft het nooit gesnapt. Hij snapt het helemaal niet. Zo, godverdomme. Zo, dit. Ik ga naar boven toe. Dit hier is echt. Ik ben helemaal kapot als ik boven ben. Heb je dat nou weer? Zo, nog een trap. Godverdomme. Kom bij je. Nog een trap. Ah, nog een trap. Ja, de kleren voor je. Paardenlul. Insert 2 hours later. 2 hours later. 2 hours later. Niet te doen, je doet je ergste vijand nog ineens al. Wat ik niet allemaal voor jullie over heb, hè. En jullie hebben niks van mij over, want er is niemand naar de mini-music geweest. Helemaal niemand. Hè? 2 uur later zijn we boven. Vreselijk. Dat is mooi. Ja, daar is de ingang. Als het goed is, heb jij ook een poffertjeskraam.
Ja, gaan we even poffertjes eten. Ja, ik heb ook een trek gekregen. Ja, we mogen niet verder, dan gaan we hier naar beneden, jongens. Ja. Dat is wel wat makkelijk, hè. 6 hours later. Waar staat hij dan? Staat er nog Rietveld vakantiehuisje in Markelo 1951. Dat was een vakantiehuisje, iets als het vroeger was. Ja. Nee, het is eigenlijk toch wel heel grappig in het dorpje. Ja, jongens, en als jullie nog denken van, zijn er nog zulke t-shirts? Ja, die zijn er nog, maar je kan ze even bestellen bij mij. Ja, je had ze ook kunnen kopen op de mini-meeting, maar ja, jullie zijn niet gekomen. Jammer voor je. Een euroar. Dat hij zo rond 1924 is. Oh, ik dacht dat er iemand stond te pissen daar zo. Er staat ook iemand te pissen, maar dat is het top. Zo, sorry. Sorry hoor. Nou, ik zie er niks uitkomen, vriend. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Voor mij zit je te zorgen, maar er komt niks uit. Want hier moet je passen met twee handen. Eén hun te richten. En hier in de neus ligt het niet. Ja, die stank. Het hoort erbij. En ik ben er inmiddels op voorbereid, want ik kom hier al heel wat jaartjes. Kevin. Ja. Ieuw. Ieuw. Op is het al filmen. Ieuw. Zo. Okay, ik weet niet wat ze daar allemaal aan het doen zijn, maar gewoon een hoop herrie. Ik weet niet weten wat ze aan het doen zijn. Laat maar gaan. Oh. Er weer een moord gehoord. Hier, poffertjeskraam. Hè? Ja, zie je wat. Dan liep het er net voorbij. We zijn er net gewoon voorbij gelopen. We zijn gewoon weer op hetzelfde stuk waar we vanmorgen waren. Ja, dat zeg ik. We zijn er gewoon weer voorbij gelopen. Hij snapt het gewoon niet. Nou, ja, we gaan even lekker poffertjes even bestellen. Doei punt. En dan gaan we nog even één keer met de tram mee en dan zit het er alweer op. Is de dag alweer voorbij? Geen zin meer in, ik wil naar huis. Hij wil naar huis. Hij zit constant te klagen dat hij naar huis wil. Geen zin meer. Dus we gaan nog even lekker, één keer met de trein kwanten. Kwanten met de tram. Nou, en dan gaan we daarna gaan we lekker naar huis. Ja. Gaan we naar huis. Vanavond, vanavond moeten we ook alweer weg. Ja, Kevin niet, maar wij wel. Nee, ik ben alleen even lekker thuis vanavond. Ja, Kevin kan lekker vanavond uitrusten. Ja. Wij zitten weer in de Kuip. Ja, samen. En die vlog zien jullie morgen pas. Over een week. Nee, als ze dit kijken, dan zien ze hem morgen al. Ja, weet ik ook wel. Hij snapt het niet. Hij snapt het echt niet. Ja, mooie tram hier, ook. Je moet die kant op. Hij snapt het echt niet. Dus ja. Ik ben er moe van. Ja. Dus vandaar, dus we gaan even één keer met de tram mee. En dan Dan zit de dag er alweer op. En dan zit de vlog er alweer op. Was wel even lekker poffertjes gegeten. Ja. Was heerlijk. Puikje zit vol. Puikje zit lekker vol.
Hé, houd de achtbaan, waar heb je het over? Nou, hier waren we vanmorgen. Met die wippende koets. Toen ik niet bij kwam. Waar ze lag te wippen. Wippende koets, ja. De wippende koets. Nou, zijn er bijna. Ah, oh, kijk, daar komt hij al. Die komt hij al. Meneer de tramfopper. Hij moet nog bellen. Ik ga even de tramfopper. Hou de tramfopper. Even oplegen. Ik ga gewoon dood. Ook al weg. Ook al weg. Ook al weg. Ook al dicht. Hé, hey, Nico Kwant. Even Kwanten. Kijk, er komt hier even tramfoppen. Daar met je. Tramfoppen. Ja, de tramfoppen. Daar komt hij. Daar komt hij hoor, Lijn 3 naar Blijdorp, daar komt hij hoor. Daar komt hij hoor, die tram hoor. Daar komt de tram hoor. Is lekker druk in de tram. Het is weer heel erg druk, dus wat dat betreft. Er moeten wat mensen uit, linkervingers, hè? Kom nu een beetje uit. We gaan eruit, wij gaan eruit. Zo, papa! Papa, waarom nou? 2, 3, 4 kinderen. Zo, hoppa. Wel lopen. Ben er binnen. Zo, we gaan een keer met het trammetje mee. Nou, dat was het. Het trammetje. Blijdorp Diergaarde staat erop. Nummer 536. Dus dat was hem.
Mooi. Ja. Doeke. Mooi. Hij snapt het niet. Hij snapt het niet. Ga gewoon weg. Nou jongens, dat was het. Was het hè? Dat was het weer alweer voor vandaag. Ik wil naar huis. Dit was de vlog van het Openluchtmuseum Arnhem. Yes. 2017. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Wij in ieder geval wel. We hebben ondanks dat er niemand op de meeting gekomen is. Ja, dat maakt niet uit. Jammer toch. Ja, hebben wij toch een leuke dag gehad. En hebben we geprobeerd toch een leuke vlog ervan te maken. Ja, tuurlijk. Ja. Ik zou in ieder geval zeggen, jongens, doe dat blauwe duimpje de lucht in. En jullie weten het, hè. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op dit kanaal. Doe dat blauwe duimpje ook de lucht op mijn in. Kanaal. En op mijn kanaal. En abonneer ook even op de herenkanaal. Ja. Ik zal nog wel een link in de beschrijving zetten. Precies. En dan zou ik zeggen, doedels, vreselijk. Doei, doe de ergste verre vijand niet aan. Doei, punt. Doei, en skabadi, skabadoe, skabadabadoe.